Buiten voedt een echte storm. Oh, mama. In zulke omstandigheden kan ik niet slapen. En de avond is nog maar net begonnen. Wie is daar? Het lijkt erop dat Amber ongenode gasten heeft. Hallo, wil je dat we je een verhaaltje voor het slapen gaan vertellen? Smiling Critters! Hallo, ik ben Catnap. Ik ben Hoppy Hinkelspel. Bobby Beerhug. En jij bent Crafty Corn. Ik ben fan. Mijn verzameling posters van jou is de beste op school. Ze is perfect. Gefeliciteerd, Amber. Nu ga je bij ons wonen. Wil je mij adopteren? Joehoe! Het is een droom die uitkomt. Dus, klaar voor avonturen? Reken maar. Geweldig. Laten we dan gaan. Amber is nu van ons. La la la. Het is allemaal verdacht. Die beestjes zijn duidelijk iets van plan. Ik moet erachter komen. Alsjeblieft. Woep, wij zijn eerst. Hoppy, je bent zo snel. Te snel. Mijn poten zijn niet gemaakt om zo te rennen. Wow, dit is onze plek. Wow, het is zo gaaf hier. Je hebt zoveel geweldige dingen. En ze zijn allemaal in de critterstijl. Wow. Ik vind het leuk. Aha, ze hebben Amber ontvoerd en proberen haar nu om te kopen met snuisterijen. Amber, dit zijn je nieuwe kleren. Bekijken. Wow, dit is mijn favoriete kleur. Ik ga hem aantrekken. Ze is lief. En het lijkt erop dat hun trucjes werkten. Vroeger hield je van mij. En nu heb je nieuwe vrienden. Klaar. Dus hoe vind je het? Je ziet er schattig uit. Het pak past perfect. Het is zo comfortabel en zacht. Kan ik het voor altijd dragen? Je kunt alles doen wat je wilt. Zelfs op de bank springen? Tuurlijk. Wat is het leven zonder springen? Geweldig. Je bent zo leuk. Misschien is ze beter af met hem. Woehoe! Ja, dit is de beste dag van mijn leven. Amber, ik heb een cadeautje voor je. Hou je van tekenen? Natuurlijk, bedankt. Ik zal ons allemaal samenbrengen. Je bent zo getalenteerd. We moeten gaan. Ja, laten we wat lekkers meenemen. Het is tijd voor Amber om een hapje te eten. Ze is geweldig. Juist, ze is perfect voor ons. Laten we dan de hamburgers pakken en gaan. Wat een geur. Denk je dat dat genoeg is? Eén hap en ze kan niet meer stoppen. Totdat ze in Picky Picky verandert. En dan wordt ze één van ons. En ze komt nooit meer thuis. Precies. Oh nee, ik moet hun kwaadaardige plan dwarsbomen en Amber redden. Het enige dat overblijft is ze opwarmen. Ja, koude snacks zijn slecht voor kinderen. Binnenkort komt er nog een beestje. Met dit soort potloden kan ik eeuwig blijven tekenen. Wat is dat voor geluid? Die beestjes. Ben jij dat? Amber, kom hier. Was ik het of heeft iemand mij geroepen? Misschien is het een tocht? Beetje raar. Amber, hallo? Huggy? Wat is er? Stil, je verkeert in groot gevaar. Wat? Waar heb je het over? De beestjes zijn iets vreselijks van plan. Kom op, ik kan het niet geloven. Stap in. Oh, mijn hoofd. Oeps. Au. Gaat het? Sta nu op en vertel me alles. Kijk, dat is hun plan. Het plan of verzin je het alleen maar? Kijk zelf maar. Ze willen je in Picky Picky veranderen. Maar ik wil Picky niet zijn. Geweldig. Je hebt ons, Smarty Pants. Raak haar niet aan. Anders krijg je met mij te maken. Oh, ik ben zo bang. Als je hier weg wilt, moet je onze uitdaging aangaan. Wat voor uitdaging? Oh, dat is interessant. Ik hou van uitdagingen. Ze zijn leuk. Waarom geef je ze een kans? Ontspan, ze zullen nooit winnen. Kies voor de uitdaging en de vrijheid. Anders moet ze dit opeten. Ik wil niet in Picky Picky veranderen. Nee? Huggy, we moeten het accepteren. Laten we deze uitdaging aangaan en hier wegwezen. Oké. Ik doe mee. De volgende keer zullen we winnen. Is de Food Challenge. Eén van die prachtige taarten moet je opeten. Degene die hem als eerste eet, heeft gewonnen. Ons feest is Hoppy Hopscotch. Ik stuur mijn bliksemsnelle groeten aan iedereen die voor mij steunt. Kijk eens naar deze snelheid. Alleen de wind kan sneller zijn dan ik. Oh, een beetje duizelig. Ik ben er klaar voor. Taart, ik kom eraan.
Wie gaat het doen? Ga maar, jij hebt een grote mond. Nee, ik mag geen snoepje hebben. De taart is van jou. Nou, prima. Ga zitten, Piggy Amber. Kijk eens naar deze gekke desserts. Zo aantrekkelijk, nietwaar? Ik moet de hele taart opeten. Hopelijk word ik niet ziek. 3, 2, 1, ga! Geen uitdaging, maar een zoete koudroom. Amber zal mij nooit inhalen. De tijd raakt snel op. Mijn lot ligt nu letterlijk in mijn tanden. Wow, Poppy is echt snel. Amber kan haar behendige concurrent duidelijk niet bijhouden. Wat? Nee, ik moet winnen. Ik wil een meisje blijven. Geen enkele lachende groene haas zal mij ooit verslaan. Wow, Amber haalt Poppy in. De overwinning is dichtbij. Kom op, Amber, je kunt het. Het laatste stukje? Ja, het is gelukt. Ik heb gewonnen. Stomme Poppy. Goed gedaan, Amber. We hebben de score gelijk gemaakt. De stilste van ons, Catnap, gaat door naar de laatste ronde. Ik? Het is eindelijk mijn gouden uur. Ga maar. Nee, Huggy, nu is het jouw beurt. Oké, je hebt gelijk. Dus het is proberen aan de uitgang te ontsnappen. Oh jee, dus wat moeten we nu doen? Je bent geketend. Het is jouw taak om jezelf te bevrijden. De flexibiliteit van mijn kat zal me helpen. Wat gaat mij helpen? Laat het spel beginnen. We moeten het slot op de een of andere manier openmaken. Oh, daar is de sleutel. Maar hoe bereik je die? Waarom zou je niet wat tijd kopen? Ik kan Amber niet nog een keer teleurstellen. Des te meer moet Huggy moe zijn. En hij kan wel wat rust gebruiken. Toch, Huggy? Goed gedaan, Catnap. En nu, zoals afgesproken, vang dit. Huh? Wat was dat? Tot nu toe werkt het plan soepel. Nu moeten we een hulpmiddel vinden. Dus eens kijken. Wat hebben we hier? Wat een nutteloos ding. Sjoe! Hey, dat is eigenlijk niet eerlijk. Niemand heeft je gevraagd, blauwkop. Oké, ik ben stil. Wat hebben we hier nog meer? Ew, waarom heeft Bobby Kane's kaak nodig? Walgelijk. Oh, Poppit. Zo ontspannend en rustgevend. Oké, Catnap, houd het bij elkaar. Ho, eindelijk iets nuttigs. Een vuil is voldoende. En hop, woeps, ik heb het gemist. Nee, mooie worp, Catnap. Het ging als een heet mes door de boter. Weg. Het is karma, Fluffy. Je had niet moeten bedriegen. Dat is het. Ik ben beschikbaar. Ik won. Ga wat melk halen, slaapkop. En Catnap noemt zichzelf flexibel. Trage, dikbuikige kat. Huggy, je hebt het geweldig gedaan. We hebben gewonnen. We zijn vrij. Ik ben zo blij dat je nu veilig bent. Laten we nu naar huis gaan. Ja, kom op. Ze had onze piggy moeten zijn. Na zo'n dag moet je goed slapen. Wil je me voorlezen? Natuurlijk. Laten we je bedekken. Dus er waren eens smiling critters. Catnap. Pikkie, pikkie. Hoppie, hotchkotch. Slaap. Afschuwelijk. Ze zijn verdwenen? Ik denk het niet. Oh nee. Waar zijn we? Nieuwe proefpersonen gevonden. Nee, spaar ons. Slaap. Ik moet eruit. Oh, is ze klaar? Nee. Deal met een ander. Niet zo snel. Dozen. Laten we extreem verstoppertje spelen. De smiling critters komen dichterbij. Mijn scherpe klauwen kunnen elke taak aan. Mijn wortel slaat als een hamer. Oeps. Mijn munt. Alles wat ik heb. Goed, eerst zal ik haar kennis laten maken met mijn wapen. Ik ruik de geur van angst. Ha. Leeg? Slimme meid. Piggy, controleer die van jou.
Geen probleem. Ik verpletter het zo. Oh, nee. Ja! Leeg. Hoppie, doe je ding. Huh? Ze heeft geen enkele kans. Doe nog een laatste wens, jonge dame. Oh, mama. De doos is stevig. Huh? Oh, wortel. Is dat haar wapen? Ik hou van groenten. Wat? Alleen de staart? Ik. Ja, het meisje is daar. Bunny, niet huilen. Je krijgt een nieuw bed. Terwijl ze bezig zijn met haar tranen. En een nieuw gewas telen. Dit is het perfecte moment om te rennen. Dag, monsters. Wat? De doos is leeg. Achtervolg haar. Zit je achter het gordijn? Nee, vreemd geritsel. Wat is daar? We hebben een paar... muizen? Ja, muizen. Kie. Het meisje in het zwembad. Ik zal mezelf verdedigen. Pak dat, stout varken. Checkpoint. Oeps. Wacht maar, je komt niet ver. Er is geen uitweg uit de schuilplaats. Moeders? Waar moeten we nu heen? De trap? Is daar de uitgang? Wees niet bang. Oink. Ah. Waar ga je heen? Oh. Ik ben niet lekker. Ah. Ah. Mijn oren kunnen niet tegen ultrasone golven. De deur is gesloten. Alsjeblieft. Ja. Ik snap het nu. Ah. Kom hier. Niet zo snel. Doe open. Ik kan niet aan mij ontsnappen. Dit is een nachtmerrie. Miauw. Catnap staat op het punt Tessa aan te vallen. Piggy komt ook traag op gang. Oh, oeps. Ik zal niet blijven hangen. Bump? Je bent een zwaar varken. Oi, oi. Een koud compres zou je moeten helpen. Even kijken. De bult is weg. Het heeft inderdaad gewerkt. Wauw, de appel teruggeven aan de eigenaar. Bedankt, Catnap. Waar is ze ook alweer heen? Eindelijk ben je gegroeid. Ik moet me rustig gedragen. Mijn kleine wortel. Ik hoop dat ze het niet merkt. Stop met kauwen. Help ons de proefpersoon te vinden. Wat? Misschien is ze in jouw kamer. Ik zou het gemerkt hebben. Ze is hier. Ze zal niet ontsnappen. Ruik naar voedzame groenten. Het is stil achter de muur. Ik zal even kijken. Ik hoop dat niemand het heeft opgemerkt. Oeps, ik ben allergisch voor bont. Oeps. Oh. Daar ben je, kleintje. Kijk, een vogeltje. Waar? Hoe is hij hier terechtgekomen? Trappen zijn mijn kans. Geen uitweg uit de schuilplaats. Moeders, moe van het rennen. Oh, waar zijn ze? Miauw. Begrepen. Kom hier, klein irritant meisje. We zullen het je nu laten zien. Genoeg rennen. Laten we vechten. Ha! Pose van een gevechtskat. Ah!
Kom op, probeer nu te ontsnappen. Moeders, wat moeten we doen? Oh, ik heb een idee. Kitty, kitty, etenstijd. Miauw. Een delicatessenras. Blijf niet hangen. Gie. En je leider is niet zo eng. Ik heb de tijd gevonden. Stop. Tessa is weer verdwenen. Nou. Om nom nom. Ik ben mezelf niet als ik honger heb. Tessa, ze kon niet ver weg zijn. Schiet op, laten we springen. Mama, moe van het rennen. Er moet ergens een uitgang zijn. Misschien achter de klokken? Nee. Of hebben ze het gat misschien bedekt met stoelen? Wat een interessante knop. Een uitgang? Oh! Eindelijk word je gepakt. Je adem stinkt. Zo slecht. Woe! Tijd om op borgtocht te gaan. Vreemd gevoel. Catnap overdreef het. Biggie is weer buiten. Oh, en Hoppy kon het niet laten. Catnap heeft zichzelf in slaap gebracht. Ik stond op het randje. Wat eng. Druk erop. Erger kan niet. Woeps. Eindelijk is Tessa thuisgekomen. Mijn kamer. Opluchting. Monsterlijke beestjes. Ik hoop dat we elkaar niet meer zien. Vaarwel, ontvoerder monsters. Opluchting. Wacht, mijn zus. Opluchting, je leeft. Wat geweldig. Lucy, mijn liefste, ik heb je zo erg gemist. Knuffels. Om nom nom. Oh, waar zijn we? Welkom bij Squid Game. Dit is de hoofdprijs. Oh, ik hou van geld. Ik doe mee. De prijs is voor mij. Ha, niemand kan Wednesday verslaan. Buggy zal alle concurrenten afschrikken. En Catnap zal ze in slaap brengen. Ladybug is klaar om tegen schurken te vechten. Mijn hoektanden hunkeren naar geld. Laten we beginnen. Het eerste niveau is de Hide and Seek Challenge. Laten we eens kijken of je weet hoe je je moet verstoppen. Voor je staat het veldverstoppertje. Het is jouw taak om je te verstoppen zodat je Pops je niet vindt. Een speler die het niet aan kan, sterft en wil zeggen dat hij wordt geëlimineerd. Ik ben de beste in verstoppen. Ja, alsof. Sketch jij. Ga opzij, Blauwert. Stil, mate. Vrienden, schrijf in de comments welke van jou de uitdaging zal winnen. Hoewel iemand zich ooit heeft kunnen verbergen. Amanda, stop. Kom op, niet, Teddy. Hachoo! Gezondheid. Oh nee. 1, 2, 3, 4, 5. Ze is zo eng. Klaar of niet, hier kom ik. Laten we eens kijken wie het is. Ik heb het eerste slachtoffer gevonden. Mama. Fout. Speler 3, 5, 1. Huggy ligt uit het spel. Nee, dat is niet eerlijk. Ik ben te jong. Je kan nergens heen, Huggy. Je tijd in het spel is voorbij. Oh nee, geen tomatensap. Tomatensap? Dat is vreselijk. Wat een wreed spel. Dit is nog maar het begin. 1, 2, 3, 4. Komt eraan. Klaar of niet? Ik heb je gevonden. Waar is ze heen? Ze was hier niet. Haha, je zal me niet vinden. Je zal me niet vangen. Stomme pop. Je bent helemaal niet eng. Oh, ik heb je gevonden. Speler 001, Ladybug, geëlimineerd. Heb genade. Oh, daar ben ik nog niet klaar voor. Nog vier te gaan. 1, 2, 5. 1, klaar of niet? Hier kom ik. Wat een raar stuk pizza. Hoe gaat het? Ladybug is uit. Goed. Je kan je niet voor mij verstoppen. Hey, Catnap, je speelt goed. Of beter gezegd, je deed het. Wat bedoel je nou? Je bent dood, harige. Waar ben je? Laat jezelf zien. Grappig. Wie is er zomaar op gaan geven? Ze kunnen ons niet verslaan. Precies. Tijd om te handelen. Ik ben ermee bezig. De pop moet horen wat Amanda mompelt. Geld is van ons. Wat is dat geluid? Interessant. Woolly, stil. De pop is dichterbij.
Hier komt het volgende slachtoffer. Hoi, avonturier. Wat jammer. Nou, ik hoop dat het goed is voor de huid. Speler 067 Amanda is uitgeschakeld. Wat de... Hoi, Catnap. Dat is mijn doos. Je hebt de jouwe, nietwaar? Slimme Wednesday. Pas op, wat Catnap is nog verraderlijker. Laten we plezier maken. Het kietelt. 3, 4, 5. Klaar of niet? Hier kom ik. Ik kan je horen, slachtoffer. Oh, dat is het. Ik ben klaar ermee. Ik ren weg. Probeer hem in te halen. Het zal niet moeilijk zijn. Auw, nee. Klaar met rennen, Wednesday. Speler 240 uitgeschakeld. We gaan door. Hier kom ik. Ja, Wednesday kreeg wat ze verdiende. Ik win. Waarom maakt ze de winnaar niet bekend? Dat is vreemd. Hoi, Catnap. Hi, ik denk dat ik mijn eigen waakzaamheid in slaap heb gebracht. Speler 029 geëlimineerd. Oh, melk zou zoveel beter zijn. Je hebt het eerste level gehaald. Verstoppertje is voorbij. We hebben een winnaar. Het is de vampier Nathaniel Sparks. Bedankt, het is gewoon geweldig. Ja, de vampier heeft gewonnen op niveau 1. Bedankt. Bedankt aan iedereen die je gesteund heeft. Ik heb altijd geweten dat ik de beste was. Niveau 2. Jouw taak is om de rode lijn te overschrijden. Iedereen die faalt wordt geëlimineerd. De pop houdt je in de gaten. Oh, vreselijk. Boe. Spelers, maak je klaar. Game on. Eerlijk spelen is saai. Laten we mijn kans om te winnen vergroten. Oh, mamma mia, gratis knuffels. Red light, green light. 1, 2, 3. Waarom bevriest iedereen? Het is onmogelijk om hem achter te laten zonder een knuffel. Speler Huggy geëlimineerd. Ik weer? Maak je geen zorgen, vriend. Geen pijn. Nou ja, misschien een beetje. Oh nee, oh. Phew, dat was hard. Ja, pech. Ik vraag me af waar die is. Nou, hij is er niet. Ik moet winnen. Laten we doorgaan. Ik wil niet dat mijn mooie gezicht gewond raakt. Oh. 1, 2, 3. Sorry, Nate, maar het is onmogelijk om weerstand te bieden. Oeps. Oh, nee. Beweging gedetecteerd. Speler 4, 5, 6 uitgeschakeld. Ze bewoog als eerste. Het spijt me, het woord van de pop is de wet. Niet mijn mooie make-up. Dit is de ergste dag van mijn leven. Ziet er echt eng uit. Het moet vervelend zijn. Ik wil geen schuim in mijn gezicht. Als het maar room was. Red light, green light. Laten we groen. Het moet heel stil zijn en voorzichtig. Ik volg de pop op de voet. Ik heb een nieuw plan nodig. Tijd om wraak te nemen op de kat. Laten we eens kijken hoe slim je bent. Wat is er? Een geweldige muis. 1, 2, 3. Hebbes. Zeg hallo tegen mijn maag. Oh, dit is slecht. Ik heb je. De muis bewoog. Oh, misschien toch crème gebruiken? Nee. Mew, Pluto. Dit is vreselijk. En eng. Ik kan niet opgeven. Rood licht, groen licht. Elke minuut wordt gevaarlijker. Dat klopt gevaarlijker voor jou. 1, 2, 3. Sorry, Wednesday. Hoera. Oh, Wednesday is voorbij. Amanda heeft me erin geluisterd. Hou haar eruit. Speler 240, Wednesday uitgeschakeld. Nee, alsjeblieft niet. Auw, ik zal wraak nemen. Dat denk ik niet. Hahaha, niet waar. Beweging gedetecteerd. Wat? Maar ik... Speler 067 Amanda geëlimineerd. Van gedachten veranderd. Nee. Oh, Edith. Oh, het ging zo goed. Ik ben de laatste. Er zijn nog maar een paar stappen over naar de lijn. Ik kan niet geloven dat ik het haalde. Laatste speler, niveau 2. Ik geef op. Niet doen. Ladybug, je bent een winnaar van niveau 2. Echt? Cool. Bedankt. Graag gedaan. Ik weet dat ik het verdien om te winnen. Het voelt zo fijn. Nu heb ik veel punten en de kans op de hoofdprijs. Jij bent niet slecht wanneer je niet werkt. Tijd om naar een nieuw niveau te gaan.
Er staat een beslissende wedstrijd te wachten. Nou, spelers, dit is het laatste level. De punten zijn gelijk. Wie gaat winnen? Zeker niet Huggy Wuggy. Ik haal het geld. Vergeet het. Je nieuwe taak is om naar de andere kant te gaan en in leven te blijven. Dit is serieus. Doe een stap terug. Ik ga eerst. Vampiergenade zal me helpen. Kom op. Je kan het. Oeps. Nou, hij doet het goed. Dat kan ik niet. Kom op. Oeps. Hij doet het goed hoor. Oh, arme Nate. Speler 456 vampier geëlimineerd. Moet je mijn imago elke keer bederven? Oh. Shoo Wednesday, maak plaats voor een professional. Deze taak is goed voor de kat. Mijn poten liepen op de dunste twijgen. Dozen zijn niks voor mij. Kus mijn staart, verliezers. Overwinning is dichtbij. Oh nee. Oeps, iemand heeft te veel room op. Speler Catnap geëlimineerd. Ik zal op dieet moeten. Oh. Kom op, Huggy, je bent de volgende. Je hebt niks te verliezen. Oh, je hebt gelijk. Nou, hoe verder? Ik was er niet klaar voor. 1, 2, 3. Ik heb ooit een vis levend gevangen. Echt, hij is gedoemd. Ja, je hebt gelijk. Hij maakt geen kans. Help me. Succes. Oeps. Speler Huggy is uit. Ik deed mijn best. Wauw, hij ziet er enger uit dan een bloem. Oké, ik ben geen lafaard. Ik ga. Kan niet moeilijk zijn. Ik heb een assistent. Spijt me, Woolly. Tijd dat jij een proefkonijn bent. Meh. Hoe moet hij je helpen? Hij is een schaap. Woolly zoekt een nepdozen. Het is oké, je kan gaan. Geweldig, tot ziens. Tijd om te winnen. De prijs zal voor mij zijn. Ik koop de duurste zaag ter wereld. Oh. Er is nog een laatste doos over. Oep, en dat was ook vals. Speler Amanda is eruit. Woolly en ik moeten praten. Wauw, ik vind het niet leuk. Kom op, Ladybug, doe het. Ik? Oké. Rustig, ik ben een superheld. Ik kan de dozen niet aan. Oké, begin met de dozen die getest zijn. Het gaat soepel. Huh? Groen of blauw? Oké, laten we gaan voor groen. Oh nee. Speler Ladybug geëlimineerd. Stom spel en stomme regels. Ik weet niet welke doos ik moet kiezen. Heb ik gewonnen? Oh, ik heb medelijden met de ander. Ik zei toch dat ik de slimste en sluwste was, jullie losers. Gefeliciteerd, Wednesday. Jij bent de winnaar van Squid Game. Je hebt goed gespeeld. Bedankt, met dit geld kan ik de gaafste feesten geven. Alleen Wednesday Addams geeft de beste feesten in Troom City. Ik hou van dit nummer. Ik zou er voor altijd op kunnen dansen. Het is hier zo gaaf. Bedankt dat je me hebt overgehaald om te gaan, Daddy. Maar midden in een ander feest gebeurde er iets ergs. Wacht, waar is Wednesday? Huh? Jongens, kijk daar. Wat is dat? Wat is er met haar gebeurd? Dat is vreselijk. Arme Wednesday. We moeten haar pols controleren. Het spijt me, maar ze is dood. Wacht, hoe kon dit gebeuren? Heeft iemand Wednesday vermoord? Misschien een vampier? Misschien was het Mommy? Hoe zit het met Daddy Longlegs? Of iemand speelde samen? Laat mij ervoor zorgen. Regisseur Alice Holmes, tot uw dienst. Ik neem deze zaak aan. Wow, een echte detective? Dit is zo serieus. Laat me even kijken. Dus dat is wat er nog over is van Wednesday. Heel interessant en heel verwarrend. Wie denk je dat Wednesday Addams heeft vermoord? Schrijf in de reacties de naam van je hoofdverdachte. Laten we het onderzoek starten. Wow, ongelofelijk. We moeten volgens protocol handelen. Laten we nu haar speelgoedlichaam neerleggen waar je het gevonden hebt. En laten we de plaats delict afzetten zodat er geen indringers zijn. Tape in Adam-stijl. Wednesday had het leuk gevonden. Nou. Wat? Daar is onze eerste aanwijzing. Het is bloed. Maar wie had het bloed van het slachtoffer nodig? Er zit een vampier onder de verdachte. Bloed? Het klopt allemaal.
Wednesday had geen idee dat de bloedsuiger zijn tanden had aangescherpt. Wow, maar eerst moeten we alles controleren. Hé, jij, Graaf Dracula, je hebt een goed alibi nodig. Maar ik ben onschuldig. Heeft Wednesday niet vermoord? Ik zweer het. Vampier Nathaniel Sparks, je wordt vastgehouden op verdenking van moord op Wednesday Adams. Ik zou nooit het bloed van Wednesday drinken. Ga zitten. Bovendien ben ik op dieet. Alleen gepasteuriseerd bloed en geen menselijke slagaders. De eerste en belangrijkste verdachte is dus de vampier Nate. Laten we eens horen hoe hij zichzelf zal rechtvaardigen. Hij was op dieet en hij is het kwijtgeraakt. Ik was het niet. Dat zullen we zien. Een hoop rommel. Wat make-up? Oh, dat is interessant. Het is een Wednesday-ring. Hoe verklaar je dit? Het is een geschenk. Lieg niet. Nee, nee. Ik heb een alibi. Ik zal je alles vertellen. Het was het feest van het jaar. De gasten gingen net weg. En ik wilde iets speciaals doen. De bezorger was te laat. En ik begon me zorgen te maken dat hij het niet zou halen. Eindelijk, geef het aan mij. Niet zo snel. Geld vooraf. Hier. Leuk. En de fooi? Wat betalen ze je? Waar is mijn bestelling? Hoe zit het met de extra fooi? Mommy, hier is je doos. Hartelijk dank. Ze moesten het precies volgens mijn ontwerp maken. Eens kijken. Het is prachtig. Laten we hopen dat ik de maat heb geraden. Ha! Wednesday, mijn liefste. Ik ben klaar om haar ten huwelijk te vragen en de eeuwigheid door te brengen met de liefde van mijn leven. Er is niemand op deze wereld mooier. Een aanzoek doen? Waarom gaat al het beste altijd naar deze bleke meid? Oh, Nate. Ik wou dat je wist hoeveel ik van je hou. Het is oké, je weet het. Ik zal niet zo snel opgeven. Ik hield van Wednesday en wilde met haar trouwen. Wacht even. Is er misdaad gepleegd door... Je bent dood, hartebreker. Groet en tot ziens. Zij heeft Wednesday vermoord uit jaloezie. Wie is zij? Ben ik vrij? Amanda, ik moet naar je hanger kijken. Nee, ik kan niet. Oké, prima. Hier is het. Het is maar een foto hier. Je hebt een concurrent uitgeschakeld. Dat is wat onbeantwoorde liefde doet. Ik moet je arresteren, Amanda. Ik wist niet dat het illegaal was om van iemand te houden. Dat is niet zo. Maar doden uit liefde is illegaal. Maar ik heb niemand vermoord. Dus de nieuwe hoofdverdachte is Amanda the Adventurer. Moordenaar, je probeerde mij erin te luizen. Ontspan, ik heb een alibi. Zo was het. Het feest was in volle gang. Ik stond achter de DJ-console toen ik merkte dat Nate een pakketje had ontvangen. Het is prachtig. Waar gaat die ring over? Mijn liefste. Binnenkort zullen we voor altijd samen zijn. Deze wereld is zo oneerlijk. Ha, we zouden het perfecte koppel zijn. Als je eens wist hoeveel ik van je hou, Nate. Nou, het maakt mij niet uit. Hoe dan ook. Ik heb mijn Woolly. Ik vraag me of waar hij is. Oh, leuk. Hey Woolly, dit feest is een spelbreker. Kom snel hierheen. Oké, we gaan verder. Daddy heeft een afstandsbediening meegenomen naar het feest. Raar. Dat is het. Ik ben niet schuldig. Ik heb Wednesday niet vermoord. Ja, het lijkt erop dat je dat niet deed. Dus Daddy Longlegs gedroeg zich verdacht op het feest. Is hij de echte moordenaar? Ik zweer dat het niet mijn schuld was. Wat is dat? Een moordwapen? Het slachtoffer had geen idee dat Daddy met zijn lange handen op de doodsknop zou drukken. Welke doodsknop? Waar heb je het over? Ik wist altijd al dat je een beetje loesje was. Geef hem hier. Laten we eens kijken wat voor soort afstandsbediening het is. Maak je klaar. Nou, zie je? Dit is gewoon weer een uitvinding van mij. Een afstandsbediening van een airco. Er loopt een onderzoek naar je voor de moord op Wednesday Adams. Waarom zou ik Wednesday willen vermoorden? Dat ga je ons nu vertellen. Maar ik ben schoon. Deze handen hebben niemand vermoord. Erewoord. Een nieuwe wending in de zaak.
We hebben een nieuwe verdachte. De moordenaar zal zeer binnenkort worden ontmaskerd. Tot nu toe wijst al het bewijsmateriaal naar Daddy. Moordenaar, hoe durfde je? Ik heb ook een alibi. Laat het me uitleggen. Ik had de tijd van mijn leven. Maar de leeftijd eist een tol, weet je. Ik was uitgeput en het werd heet. Dus besloot ik mijn nieuwste uitvinding te gebruiken. Een speciale afstandsbediening die benauwdheid uitschakelt. Ik bedoel, hij zet de airco direct aan op de perfecte temperatuur. Kijk! Niks bijzonders, alleen maar benauwde dingen. We moeten het nog eens controleren. Oké, waar is die airco? Dat is vreemd, er gebeurt niks. Kom op, eens kijken. Alles werkt in de handen van de meester. Misschien is het gewoon kapot? Ja, het is kapot. Wat was dat? Nee, je kunt mij niet voor de gek houden. Het is een lichtschakelaar. En hoe verklaar je dat, Daddy? Dat weet ik niet. Maar ik kan je verzekeren dat ik er niks mee te maken had. Wacht, kijk. De tas ontbreekt. Het was hier. Wat een wending. Iemand heeft de poppenlijktas van Wednesday gestolen. De dief had een spoor moeten achterlaten. Hier is het. Wit haar en een boeket. Ik moet bewijsmateriaal verzamelen voor een gedetailleerde analyse. Geweldig! Het moet nog worden verzonden naar het laboratorium. Niet doen! Het is geen haar. Het is Woolly's wol. Ik bel hem nu. Natuurlijk, ga je gang. Wacht even. Abonnee bevindt zich buiten het dekkingsgebied. Zijn telefoon staat uit. Hebben Daddy en Woolly echt samen gehandeld? Eerst deed Daddy het licht uit, zodat niemand kon zien hoe hij Wednesday vermoordde en haar in speelgoed veranderde. Maar toen Woolly eindelijk op het feest kwam en zag wat er nog over was van Wednesday, heeft hij besloten haar lichaam te stelen? Dat slaat nergens op. Ik ben het ermee eens. Dat kan niet waar zijn. Wacht, wat is dat? Nog meer wol? Alleen nu is het blauw. Hoewel er niets te onderzoeken valt, het is allemaal duidelijk. We hebben nog een verdachte. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Wacht even, ik moet dringend bellen. Agent Wheeler, ik moet Huggy Wuggy vinden en vasthouden. Ja, baas, beschouw het als gedaan. Shh, zit stil, kieskeurig. Maar maak je geen zorgen, je zit in grote problemen. De zaak heeft een nieuwe wending genomen. We staan op het punt erachter te komen. Maar laten we eerst het bewijsmateriaal beschermen. Hier is uw verdachte, baas. Morsert Groothoofd. Oh, het zij zo. Ik was slechts een hulpmiddel in de handen van de echte slechterikken. Hoe gaat het, lieverd? Het is bijna zover, lieverd. Er zijn nog maar een paar aanrakingen over. Laten we het wat strakker maken. Het plusje pistool is klaar. Het is van jou, mijn liefste. Je bent de liefste. En ik zorg voor de uitschakeling op afstand. Gasten lijken mijn feestje leuk te vinden. Daddy, het is tijd. Ik snap het. Goedenacht, kinderen. Tihihi. Nog een blackout? Als Pugsley dit doet, is hij dood. Maak je geen zorgen, lieverd. Pugsley heeft er niks mee te maken. Tot ziens, Wednesday Addams. Vampier Nate, je staat onder arrest. Ik had niet verwacht dat de regisseur zo snel zou komen opdagen. Woeps, het is oké. Ik heb het onder controle. De kust is veilig. Zodra er niemand in de woonkamer was, samen met het Wednesday-speeltje. Cool spul. Nou, Wednesday Addams, heb je het begrepen? Maar Woolly het schaap kwam uit het niks. Ik zal mezelf verdedigen. Hij probeerde zich zeker te verzetten, maar het hielp hem niet. Geweldig, een extra speeltje voor de collectie. Vandaag is mijn geluksdag. Nou. Jouw huis heeft op je gewacht. Jij vervelende Wednesday. En wat jou betreft, Woolly, ik zal ook een gezellig hoekje voor je zoeken. Ik heb Mommy en Daddy Longlegs geholpen hun vreselijke misdaad te begaan. Jullie zouden je moeten schamen, gemeenrikken. De zaak is opgelost. Het was de Poppy Playtime-bende. Lastige moordenaars. Ze moeten gestraft worden. Maar er is iets belangrijkers. Laten we Woolly weer tot leven brengen. Oké,
Ik leef! Hoera! Amanda! Oh, Woolly! Ik ben zo blij dat alles goed met je gaat. Geweldig! Nu is Wednesday aan de beurt. 3, 2, 1, go! Wat was dat? Niemand durft mijn feestjes te verpesten. Oh, kom op! Ja, zo jammer! Mijn geliefde leeft! Breng de anderen weer tot leven! Ik ben ermee bezig, baas. Laten we het doen! In de tussentijd reken ik af met de criminelen. Zeg, we moeten samenwerken met Kissy Missy. Volgende keer zullen we dat doen.